De noodzaak van een goed beleid. Over 10 minuten in aflevering 5 van Formatie Budgetsysteem. Nu informatie over een nieuwe Telia-cursus, Database Management. Wat betreft de installatie, tips vindt u op teletekstpagina 394 vanaf rouleerpagina 6. Maar u kunt ook Telia bellen. Database Management. Dames en heren, Database Management is de titel van een nieuwe Telia-cursus. Een cursus over relationele database management systemen. Iedere database moeten we benaderen met een databasetaal. In deze cursus zullen we ons richten op een veelgebruikte databasetaal die speciaal ontwikkeld is voor relationele systemen. SQL. SQL is de afkorting voor Structured Query Language. In het Nederlands, gestructureerde vraagtaal. Met behulp van SQL kunt u gegevens uit een database opvragen. SQL geeft ook de mogelijkheid om berekeningen uit te voeren, gegevens te wijzigen of te sorteren. U kunt met SQL ook een database maken. In een database worden gegevens opgeslagen. Dat kan een collectie cd's zijn, of de inkoopadministratie van een bedrijf, of een hele grote database, de kentekenadministratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Om die gegevens zo goed en efficiënt mogelijk op te slaan, moeten we eerst weten welke gegevens willen we opslaan, wat willen we met de gegevens doen en hoe willen we de gegevens weer uit de database opvragen. De stof die in de cursus wordt behandeld is niet eenvoudig. Wij gaan ervan uit dat u al enige ervaring met een computer en het besturingssysteem MS-DOS heeft. U moet weten hoe een directory gemaakt moet worden en hoe een bestand of file gekopieerd moet worden. Deze ervaring kan zijn opgedaan met de cursus Personal Computer 2 of PC Privé van Teliac. De cursus Database Management is bedoeld voor iedereen die wil kennis maken met de omgang en werking van relationele databasesystemen en SQL. Bijvoorbeeld managers die moeten beslissen over automatiseringsprojecten, of gebruikers van een database die willen begrijpen wat er achter hun scherm gebeurt. Ook mensen of bedrijven die juist op het punt staan te automatiseren en voor een bepaald database management systeem moeten kiezen, kunnen met deze cursus de nodige informatie opdoen. De cursus Database Management bestaat uit 8 televisieuitzendingen, 8 radio-uitzendingen, een cursusboek en een demo-database-pakket met de voorbeelddatabase die in het boek en de televisieuitzendingen wordt behandeld. Het database-pakket werkt alleen op MS-DOS-machines met een harde schijf en een intern geheugen van minimaal 640 kilobyte. Het pakket wordt geleverd op een 3,5-inch floppy van 720 kilobyte. Het pakket is echter gelimiteerd tot 200 records per bestand. De inhoud van een televisieuitzending komt globaal overeen met het betreffende hoofdstuk uit het cursusboek. Na elk hoofdstuk zijn opgaven opgenomen, zodat u zelf de opgedane kennis kunt testen. We hebben de auteurs van het cursusboek gevraagd iets over de aanpak te vertellen. De logische volgorde is het ontwerp van de database, het omgaan met de database en het beheer van de database. Omdat we de cursist direct praktisch aan het werk willen zetten, hebben we het SQL-deel naar voren gehaald. Pas daarna gaan we over op het ontwerp van de database. In de eerste uitzending wordt de cursus afgebakend. De plaats van een database binnen het bedrijf wordt uitgelegd. En de rol van informatie in de bedrijfsvoering wordt geschetst. Om gegevens in het informatiesysteem te brengen of eraan te onttrekken, worden programma's uitgevoerd.
Een programma is een dusdanige beschrijving van een bepaalde taak dat deze door een computer kan worden uitgevoerd. Deze programma's kunnen geschreven zijn in een taal als Pascal, maar ook in een taal zoals SQL, die speciaal voor het werken met grote hoeveelheden gegevens is ontworpen. In de tweede en derde uitzending gaan we in op SQL. Er wordt uitgegaan van database tabellen. En aan de hand van SQL wordt uitgelegd hoe je vragen kunt stellen en hoe je de database kunt bijwerken. Dit is de kortste vraag die we met SQL kunnen stellen. We gaan kijken wat er gebeurt als ik de opdracht geef deze vraag uit te voeren. En u ziet, het resultaat is de inhoud van de tabel artikel. In de vierde en vijfde uitzending gaan we in op het ontwerp van de database. Uitgaande van de voor de toepassing belangrijke zaken wordt een figuur afgeleid. En deze figuur wordt uiteindelijk afgebeeld op database tabellen. Als het attribuut altijd een waarde moet hebben, zetten we een dikke punt aan de kant van het entiteittype. Dit betreft dus attributen die geen nulwaarde mogen hebben. In deze cursus wordt de afdeling inkoop gebruikt als lopend voorbeeld. De techniek die we leren is echter niet alleen van toepassing op de afdeling inkoop. In de praktijk kun je hem gebruiken voor alle administratieve toepassingen. In uitzending 6 en 7 gaan we in op de taken van de database administrator, de DBA. Een bestand kan één of meer tabellen bevatten en bestaat uit een verzameling pagina's die meestal vrij willekeurig over een schijf zijn verdeeld. Een pagina is de eenheid van lezen en schrijven. De laatste uitzending is getiteld De omgeving van het database systeem. In deze uitzending gaan we in op de keuze en de omgang met database pakketten. Ook gaan we in op de combinatie van Pascal en SQL. Ten slotte bekijken we een vierde generatie taal. Een reeks instructies of opdrachten kunnen we opslaan in een bestand dat we later weer aan het DBMS kunnen aanbieden. In ons pakket heet zo'n bestand CommandScript. Hier ziet u een scherm dat gemaakt is met behulp van de applicatiegenerator. Zoals u ziet, is het een menu waarop verschillende mogelijkheden voorkomen. Voor de cursisten die zich grondig willen oriënteren op de keuze van het databasepakket, bevat het boek ruim 80 vragen. Een goede oriëntatie kan geen kwaad, omdat vooral in bedrijfsleven de keuze van een pakket van zeer groot belang kan zijn. De radiolessen gaan dieper in op problemen bij het ontwerpen van databases. Het belangrijkste onderdeel van de radio-uitzendingen is misschien wel de mogelijkheid om vragen te stellen. Hoe dat moet, leest u in de mediagids bij het cursuspakket. In de mediagids is ook een korte handleiding opgenomen van het demo-databasepakket. Met de kennis die u opdoet in deze cursus, wordt u geen informatieanalist of professioneel ontwerper. De cursus leidt u ook niet op tot de functie databasebeheerder. Dat is in zo'n korte tijd niet mogelijk. Wel zult u de taal van de informatieanalist beter begrijpen. U leert de theorie van het ontwerpen, maar ook hoe u in de praktijk met databasesystemen om moet gaan. Met het databasepakket zult u waarschijnlijk al snel kunnen werken en uw eigen relationele database maken. Tot ziens bij de eerste uitzending. Database management omvat dus 8 televisieuitzendingen, 8 radio-uitzendingen, een studieboek, een demonstratieversie van een database-systeem en een telefonisch spreekuur. Het studiepakket kost 145 gulden. U bestelt het door overmaking van die 145 gulden op Giro 54 42 32 van Teliac in Utrecht. Dus 145 gulden op Giro 54 42 32 en het pakket wordt thuis bezorgd. Ook verkrijgbaar bij de boekhandel. De televisieserie gaat van start op maandag 20 april om 11 uur op Nederland 3. De radioserie begint op donderdag 23 april om 9:15 op Radio 5. Uitgebreide informatie over database management en over onze andere series in deze gratis Teliakrant. Bel tijdens kantooruren 030 946 946. En we sturen die krant naar u toe. Maar u kunt hem ook meenemen bij de boekhandel of bibliotheek.
autonomie voor scholen en schoolbesturen onder het formatiebudgetsysteem. Een eigen beleid maken wordt daardoor noodzakelijk. FPS, aflevering 5.